Hallo Serpentjes en Brevens op Gameplay. Kijk, zelfs in het pauzemenu heeft Harry een pak aan, want we gaan naar het feestje van die goede oude slak. En we volgen Luna door het gebouw. Want wij zijn Harry, Luna's Luna en de beelden die hebben aoi, want we gaan naar het feest. Gaan die dingen automatisch naar me toe? Nee, best wel skeer. Oh, ze verdwijnen weer. Skeer, want ze verdwijnen weer. Oh, blast! Super blast, super awesome. Is het hier? Ben je klaar om het feestje te gaan? Ja, nou je het zegt. Fijn dat je er bent. Er zijn zoveel mensen. Geert Wilders. Geen idee waar dat op slaapt, maar oké, ben benieuwd. Wat gaan we doen op het feestje? Hallo, Fail. Niet. En dat is maar goed ook. We zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Nog lang niet. Kan ik nog wel wat hulp gebruiken? Oh god. Leef lang. Leef lang. Alles snel op orde zullen hebben. Ja, oh god, dan moet ik zijn feestje gaan voorbereiden, what the fuck. Mijn gasten, maar ik heb dat de tijd niet voor gehad. Oh god, ik moet een drankje mixen, maar dan voor feestbol. Dus we gooien allemaal ingewanden erin natuurlijk. Oké, vinden we grappig. Zo roer je in de bol. Oh, je moet ook gaan roeren met mijn nieuwe smetscheikunde les. Oh, het wordt steeds moeilijker, joh, dit spel. Roeren. Oké, welke kleur? Tot welke kleur moet ik roeren? Ik blijf gewoon voor eeuwig roeren. Zie mijn muiscursor snel gaan dan, hè. Ik zou Pokémon Ranger moeten spelen. In Pokémon Ranger moet je namelijk heel snel cirkeltjes om Pokémon heen tekenen om ze te vangen. Nou, dat kan ik snel hoor. Zie maar. Goed gedaan. Roeren om de kleur te veranderen. Dat ging aardig goed. Hoe de bot. Oh nee, dan moet ik dacht dat we daar tegen de klok in moesten roeren. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen moeten we met de klok mee en tegen de klok in gaan roeren natuurlijk. Rood. Yes. Oké, dan. Wat nu? Maar nog. Nee, ga lekker. Ik vind het wel goed zo. Woe, vuurwerk! Uiteindelijk wordt toverdanken maken dus best wel moeilijk. Ik vind het wel goed hoe ze het in stapjes uitleggen, zeg maar. Oh, kut. Ik moet deze toevoegen tot het roze wordt. Oké. Stop. Ik moet dit toevoegen tot het rood wordt. Ga nog goed, Harry. Ga nog goed. Ja, rood. Oké, misschien iets te ver gegaan. Tegen die kant kennen, moet je tegen de klok inroeren opeens. Het is nog helemaal niet gedaan, maar dit is voor het eerst vertoond. En nee, dat wou ik helemaal niet. Ik wil hem maar geen sinaasappeltjes toevoegen. Ik wil hem gewoon blauw maken. Sneller blauw. Yes, kut, weer te ver gegaan. Het gaat niet helemaal zoals gepland. Sinaasappelschijfjes, zijn dat die? Zijn dat die? Ik zie niks. Oh, is er ook weggehaald ook, oké. Ik denk deze dan toch. Ja? 4. Kut, dat ga ik nooit redden binnen de tijd. Harry, sneller! Dat gaan we niet redden, oké. Oké, probeer het nog een keer. Dit is de tijd die ervoor staat. Stop hem maar. Waarom heb ik tijd voor het maken van fucking punch? Oké, we gaan het nog een keer proberen. Oké, deze toevoegen tot die mooi kleurtje krijgt. Stop. Oké, next. Deze toevoegen tot rood. Tot rood. Dat is namelijk een hele goede benaming voor wat we aan het doen zijn. Dit moet even een stuk sneller kunnen natuurlijk. Ja, kom op. Verander van kleur. En ik wil in die pan blijven met roeren, anders heeft het heel weinig zin. Wordt het nog blauw? Het gaat niet heel snel, moet ik zeggen. Oké, nu moet ik 5 stukjes van deze toevoegen. Gaat in ieder geval een stuk beter dan de vorige keer, moet ik zeggen. 1, 2, 3. Ik ben echt zo slecht in ingrediënten toevoegen. En 5. Oké, dan. Next. Wat is dat? Welke van die flesjes is dat? Is dat die? Of is dat die? Ik denk deze. En dan even schudden. Ja, tot de bubbel. Oeps. Ontplofte die nou zojuist? Wat? Mijn ingrediënt is ontploft. Help. Bruising. Ja. En dan moet tot die blauwe. Oké, ik ben iets te ver gegaan. Ik moet met de klok mee roeren tot die rood wordt. Oké, dan. Roeren. Dat is een Spy Fox reference. Ik denk niet dat heel veel mensen die snapten, maar ik vond hem goed. Oké, de scheikunde wordt wel een stuk moeilijker steeds. Oké, dat zijn die andere schijfjes. Ik denk dat zijn de citroenschijfjes. Maar dat waren die toch al? Helemaal in de bar. Oh, dat zijn de citroenschijfjes dan. Oké, 2. Gelukkig maar 2. Bakjes zijn namelijk aardig ver weg. Hou er niet zo van. Oké, nu die ene met de pompoen erop. Toevoegen tot die oranje wordt. En dat is waarschijnlijk nu. Oké, dat ging niet helemaal goed. Een klein beetje damp moet kunnen. En we roeren die kant op. We hebben aardig veel tijd momenteel, dus dat is mooi. Roeren tot die paars wordt, Harry. Roeren. Oh, ik draai even de verkeerde kant op. Sorry, spel. Sorry, zo bedoelde ik het niet namelijk. Ja. We zijn er bijna. Yes. Oké. Nu, aardbeien toevoegen. 3 aardbeitjes. Gelukkig is dat toevoegen aardig makkelijk. Behalve dat het niet heel al te snel gaat. Maar, wel voor dat. Dit is aardig een lang drankje zo te zien. Welke is dat? Oh, met die hond erop. Oké, tot het oranje wordt. Is goed. En dat is nu. Yeah. Oké, welke is dat? Ik vind het soms moeilijk om te zien wat is. Nee, maar dat ze hiermee bedoelen. Is dat suiker? Nee, maar dat het suiker is, ja. Ja, het is gewoon suiker. Kut, ik ben te ver gegaan. Kut. Welke is dat? Dat is die. Maar eerst moet je weer schudden. Ja, en dan toevoegen tot die groen wordt. Maar dat is hij eigenlijk al. Oké, oepsie floepsie. En nu roeren tot die paars wordt. En dan is de heerlijke drank af.
Mijn rechterscherm is gewoon aan het trillen, omdat ik zeg maar, mijn hand op mijn bureau heb en dan aan het roeren ben. Dat werkt niet echt goed samen, moet ik zeggen. Kom op, drank, werk eens mee, werk mee. Kom op, je gaat er niet zeggen dat ik nu nog verlies met heel veel tijd op de teller. Kom op, wordt paars. Yes, opmerkelijk. We hebben het gehaald, jongens en meisjes. We hebben de toverdrank gebrouwen. Oh, dat gaat nog goed. Nectar van de goden, smaak van zonlicht en geluk. Dus wil dat jij hier de juiste man voor was, mijn jongen. Graag gedaan, boy. Wie zijn het? Wie zijn het? Snape! Fuck yeah! Ik kom alleen een boodschap. Ik moet de groeten doen van Perkamentus. Kusje, kusje, knuffel. Hij is op reis en komt niet voor de lessen weer beginnen. Dat is jammer. Waarheen? Hou je poten thuis, vuile snul. Wie wil wat? Ruzie? Wat is er aan de hand? Oké, ik ben niet uitgenodigd. Ik neem hem wel mee naar buiten. Oh, Malfides toch. Mafkees. Nou wordt Snape heel boos op Malfides, of niet soms? Ja, want Snape moet natuurlijk Malfides beschermen. Zo wordt hij boos, of niet soms? Maar dat gaan we nu zien. Volg Snape en Draco. Dit is niet verdacht. Kan ik ook gewoon ergens aanlopen voordat ik dat gesnapt? Ga naar je les, Potter. 10 punten eraf. Niet eens aftrek. Voor Gryffindor, wegens rondgaan. Oh. Nog eens. Lol, ik moest het even proberen, jongens. Oké. Okay. Echt zo moeilijk dit. Ik weet niet of er nog een bepaald soort afstand is die je moet aanhouden. Of dat je gewoon rustig achter ze aan kan lopen. Het gaat momenteel in ieder geval nog goed. Ik weet dat Snape boos wordt op Draco. Ik hoef u niets te vertellen. Tuurlijk wel, Dracootje. Tuurlijk moet dat wel. Ik durf niet muntjes eruit te halen. Mini schilden lijkt me niet zo slim. Oké, duurt dit lang, want dit is namelijk bokje saai. Bokje saai, als ik het mag zeggen. Je moet me niet commanderen. Jawel. Jou te helpen. Ik vind Snape's stem wel cool. Respect voor Snape's stem, jongens. Ik vind het wel raar. Harry doet niet even zijn onzichtbaarheidsmantel om of zo. Het boeit hem helemaal niks. Dus even kijken. Gaat nog goed. Als ik dit opnieuw moet doen, word ik ook best wel poepje. Ja. Praat niet zo hard. Ja, precies. Precies. Waar zijn ze nou? Kut, ik ben ze kwijt. Zijn ze naar links gegaan? Ja. Oké, wat de fuck gaan ze daar doen? Heb ik Katja Bel vervloekt? Misschien ook niet. Wat kan nu dat zijn? Ja, YOLO. Ik heb gezworen dat ik je zou beschermen. Ik heb de onbreekbare eed afgelegd. Dat is waar. Ik heb geen bescherming nodig. Ik ben gekozen. Dit is mijn moment. Sure. Oké, was dat het? Extreem! Oh, dan moet ik natuurlijk weer terug naar het feestje. Ga terug naar het feestje. Wat dacht je van? Nee. Oh, wat de fuck? Mijn zijn expres? Denk je dat Snape maar deed alsof? Wat deed alsof? Hij zei dat hij een onbreekbare belofte had. Oh, we hebben nu vakantie, zeg maar. Dan gaan we terug naar de wemeltjes. Ja, wat gebeurt er als je een onbreekbare belofte? Dat is waar ook. Je gaat dood. Leuk. Klinkt hartstikke gezellig, Ron. En we zijn weer bij de familie Zwerverwemeltjes thuis. Gezellig. Je zit er helemaal naar bed. Ik slaap de laatste tijd nauwelijks. Ik kom bij je in bed liggen, schatje. Ik ga mijn haar maar wassen. Stom, hè? Oh, jongens, dit is het. Vrolijk kerstfeest, Harry. Oké. Pak de Harry. Ah, kom op. Mensen verpesten mijn zoenmoment. Hoe weet je nou dat het Bellatrix is? Oh, dat heb je ook snel door. Rennen, dikke! Ik bedoel Bellatrix. Bellatrix is best wel dik. Mag ik gaan rennen? Ik hou van renscènes. Of duelleren misschien. Zou minder leuk zijn, maar oké. Dan maar door. Ah, kom op. Ik ga deze keer wat meer weer ontwijken, zoals ik nog maar eens deed. Oh, fuck. Dat zijn groene spreuken. Die zien er gemeen uit namelijk. Oh, Protego zelfs. Wow. Oké. Nee. Bellatrix, foei. Tot nu toe gaat het aardig goed. Kut. Ben ik straks nog voor? Dat is de grote vraag die ik mij wel eens afvraag. De grote vraag die ik mij... Kut. Ze doet die spreuken snel achter elkaar. Die spreuken kan ik niet. En die zijn vast beter dan mijn spreuken. En nou verkracht ze me, man. Just rape. Oh nee, ze laat haar spreuk op. En het is een balletje. Oké, neem damage. Protego. Wat, dat werkt niet helemaal. Dat was niet perfect. Oh, dat viel niet om. Val door mijn Expelliarmus, Bertha. Ik noem je voortaan Bertha-tricks. Oké, nu ben je gevallen. Laat ik mijn spreuken op. Kijk, en dan laat ik weer een nieuwe Expelliarmus op. En dan laat ik weer een nieuwe van deze op. Kijk, daar ben ik combo's aan het maken, jongens. Nou ben ik combo's aan het maken. En daar ligt ze dan. Dat was aardig makkelijk. Was makkelijker dan die laatste keer. Verraders van de Heer van het Duister. Ben ik een verrader van Voldemort? Tuurlijk. Oké. Ja, ik ga erachteraan, hoor. Het is een valstrik en toch ga ik erachteraan. Oh fuck, dit is valhaar. Oh mijn god. Dat graan had echt mooie graphics trouwens. Ginny, mijn hossel. Waar ben je? Ik vind je wel. Nou, ik heb momenteel de Bellatrix aan. Ja, lekker. Monopoly of zo. Protegen. Of risk. Potje risk kan doen, Bellatrix. Nou, die moet echt op de grond krijgen. Als ik het op de grond heb, dan wordt het winnen. Even eraf lopen. Hey, Bellatrix. Guess what? Je bent een hoer. Oké, sta je?
Nu niet meer! Oké, dan eventjes, dan kan ik gewoon beter een nieuwe op nieuwe blast voorbereiden. Oh, dat viel tegen. Oké, we gaan weer eentje op de grond blazen. Oh, fuck, we vielen allebei op de grond. Dat is toevallig. Ja, we stappen ook precies tegelijk op. Het is net een of ander gevecht met Voldemort. We allebei onze stok pakken in het laatste deel. Kom op, pak er deze keer goed, Harry. Ik pakte er goed. Oké, ze is al bijna dood. Als we deze raken, is ze waarschijnlijk dood. Dat is een goede strategie trouwens die we nu hebben opgebouwd zo. Bam. En dood ben je niet. En dood ben je niet. Ja, weet je, je kan niet altijd winnen, Harry. Ik geef toe, je kan niet altijd winnen. Kom dan. Protego. Oh. Je bent zo slecht, Bellatrix. En ik ben zo goed. Help me, hoe kan het dat jij zo slecht bent en ik zo goed? Yeah, we hebben weer gewonnen. Woehoe! Applaus voor jezelf, Rick. Nice. Ik moet zeggen, niet slecht, weet je. Deze duels gingen beter dan de vorige duels, dus ja, nice. Jenny! Mag ik zeker nog met Val haar duelleren of niet soms? Het is een Val haar. Oh ja, hij is een vampier of zo. Whatever. Fuck, hij heeft veel levens. Stop met veel levens hebben, Val haar. Ik haat dat als je veel levens hebt. Oké, ik laat deze blast even lekker goed op. En ik pak je. Als je opstaat, pak ik je. Weet dat je er geweest bent, oké? Lol. En ik laat nog een keer een blast op. Kijken of ik hem zo af kan maken. Want waarschijnlijk ga ik zo meteen missen. Ik kom wel dichterbij staan. Oh fuck, die ontweek. Kut. Snel, ga liggen. Ga liggen. Goed zo, valhaartje. Je doet precies zoals ik wil dat je doet. Je bent mijn tovervee. Vampier. Hij is net Edward, maar dan beter. Je bent een verbeterde versie van Edward. En dat is een compliment. Kom op, laat die... Kut, die paralytische... mijn Expelliarmus raken niet al te goed, zo te zien. En wat kleine blastjes erop. Kijk, daar pak je ook aardig wat levens mee af. En dan staat hij op. En dan krijgt hij paralytisch voor zijn kop. Dat rijmt. Oké, nog een paralytische klaarmaken voor gebruik. Kom maar op. Hij is opgeladen alsof het een warm broodje is. En hij slaat het niet in. Jammer genoeg. Oké, en weer eventjes op je vlakte zijtje. Protego, kut. Hij protegeert hard. Wat? Dat is niet eens een woord. Kut, hij is bijna dood. Bijna dood, Rick. Je kan het. Geloof in jezelf. En geloof in Harry Potter. Oké, waarom valt hij niet om? Val om jij. Schoft. Oké, hij zit nu zijn laatste bolletje. Klinkt als drugsgebruik, is het ook wel een beetje hoor. Gewoon paralytisch blijven doen. Yeah, we hebben gewonnen van Valhaar. Schaam haar. Ben jij grappig, Rick? Kijk, nu een kus. Koe op de mond. Koes me maar op mijn mond, Jenny. Een koesje op mijn mond. Nou, blijkbaar niet. Ik krijg gewoon geen koesje op mijn mond. Weet je, dat graan dat fikt goed. In Minecraft niet eigenlijk. Nou, hoe kan dat? Hoe kan dat, Minecraft? Leg uit. Penny, fikt me niet goed? Mazzel dat je nog leeft, man. Gezellig. Oh, we zijn weer op school. Nou ja, Ginny, als jij er niet was geweest, had ik nu een weerwolf als... Ook leuk. Net ja, Twilight. Niks. Wat? Dat heeft er niks mee te maken, dat is met vampieren. Kut. Oh ja, was een weerwolf. Waarom zei ik vampier? Oh ja, nu check Moffy dus de teleporten. In de film legde hij hier een vogel in en toen kreeg hij alleen een veer terug, geloof ik. Dan krijg je zeker een appel met een hapje eruit ofzo. Voorspelbaar. Ik neem aan dat Odie is er een hapje uit had genomen of zo om te laten zien. Voor mij het zou best kunnen dat het trouwens geen... Dat het wel met een appel was, ik weet niet meer. Wat moet ik doen? Ik heb even niet opgelet. Oh, dat is helemaal niet. Nog een filmpje. Ron? Harry, ik geloof dat professor Slughorn weer een feestje geeft. Nee. Twee woorden. Nee. Rick, dat is één woord. Echt niet. Misschien kan Slughorn jou en Stoker beter gelijk tot koning en koningin Slughorn. Slak uitroepen. Later, Harry. Love you, Ron. Lobby. Later. Hermeline, heb jij Malfi dus iets verdacht zien uitvoeren? Nee. Alsjeblieft, Harry. Maak je toch niet zo druk om Draco? Jawel. Ron zei dat zijn vader erachter was gekomen. Dat Malfi dus naar verdwijnkast keek bij Orders en Orlof. Jawel. Maar je kunt de verdwijnkast toch niet het kasteel Tuurlijk bestellen? Wel. De schouwers fouilleren iedereen die binnenkomt. Ze controleren zelfs de uilenpost. Ik zal gewoon zo'n kast via de uilenpost sturen. Hoe hij van de sluipwegwijzer verdwijnt. Hier, kijk maar. Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. Yeah, ik ga dan niet weer een nieuw gebied vrijspelen. Voor het eerst dat ik niet echt een gebied vrijspeel en de kijk en de sluipwijzer nuttig gebruik. Daar is hij, in de gang van de zevende verdieping. Dan is hij dus niet verdwenen. Nope. Maar soms verdwijnt hij wel helemaal. Ik wil weten wat hij van plan is. Ik ga naar de zevende verdieping, oké. Wat hoor ik daar? Dat klinkt als een primeur. Nieuws wordt snel oud. Ga maar door mijn sluip weg. Zeg maar gewoon, mooie kop. Cool wachtwoord. Ik denk dat je iets zult vinden, Harry. Ja, ik ga bewijzen dat hij iets in zijn schild vindt. Oké. Ik vind die, ja. Ontdek wat Draco van plan is. Oké, even kijken, mooie kop. Mooie kop. We gaan nog veel over je lezen, hè? Ja, ik denk dat deze meneer een klein beetje gay is. Maar een klein beetje gay mag hoor, jongens. Ik accepteer dat wel. Niet dat ik zelf gay ben, maar weet je, it's okay to be gay, zeggen ze altijd maar. Vast wel. Vandaag niet, nee, maar ik zie hem de laatste tijd
heel vaak op de 7e verdieping. Ja. Oh, de tijd is op en de aflevering. Daar zit nog een schild trouwens. Zeg ik even gaan pakken. Oh, dit is helemaal geen schild. Laat maar. Never mind, I'll find someone like dat schild dat ik daar zag. Ik bedank even kijken van deze... Dat doe echt nergens op. Ik bedank even kijken van deze aflevering van Harry Potter en de Half-Blue Prince. Volgende aflevering gaan we verder met Harry Potter en de Half-Blue Prince. We gaan kijken of Malfoy dus in zijn schild voert. En dan gaan we hem waarschijnlijk opensnijden met Sectum Sempra. Bedankt kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken en te abonneren voor de volgende aflevering. Doei!